zo willen sluiten. Ik heb de kopie. Eerst die bosje, nu dat laatste beestje. Ja, het is echt waarschijnlijk veel gemaakte fout of zo. Ik heb geen idee. Great minds. Same thinking. Dit is totally correct. Ik ga gewoon alles even langs. Dit is helemaal uitgekant. Die nooit gevonden. Vet. Vet, ik heb iets nieuws gevonden. Oké, dit wordt leuk. Beter gaan luisteren. Is best lang. Oké. Okay. Jess, ik heb geen Red Dead Redemption gespeeld. Nee. Ik ken het overigens wel, maar ik heb het niet gespeeld.
nieuws gevonden. Ik heb nog 1 uur te gaan trouwens. Dan gaat Emiel het overnemen. En dan ga ik denk ik maar iets verder aan het schema kunnen. En Emiel gaat zelf 2 doen, gok ik, of zo, of niet? Ja, Emiel moet nog maar 1 dungeon in de final boss. Dus die is echt ver klaar. Ah, oké. Okay. Ah. Even groepsknuff voor Dawn. Ah. Ze is een beetje ziek, joh. Ik vind het wel een goed idee. Inderdaad. Hé, hey, ik word geraakt. Ik denk dat... Hij zat gewoon naar binnen. Hoe heb ik hem over het hoofd gezien? Ik was hier net voor goodness sake ook. Oké. Okay. Ja, nee, sowieso. Maar, kan ik hier nou niet op ofzo? Of nu, oh. Zijn ze alle... Oh, ja, had ik dat geweten. Ik ben een kill hunter, support. Kennelijk zijn ze allemaal weer levend. Had ik dit geweten? Dan had ik dit natuurlijk niet gedaan. Nou ja, dat is hierboven zitten. Ja, daar lijkt het op. Wacht even, want dan ga ik het gewoon weer vanaf het begin doen. Oh, dat is ook knap. Haha, Zurk. Zurk wordt vernieuwd buiten school, dan wordt diegene gekild door een minion. Kijk, dat is tenminste eerlijk een revenge. Revenge, bitch. Oh, double kill, netjes. Ik moet zeggen, ik mag geen fouten maken. Ik heb maar heel weinig pijlen. Maar een double kill wil altijd wel helpen. Deze ga ik dan wel slaan. Ja. Vet, alles reset. Save je al tussendoor? Nee, want save is voor de week, weet je wel, Emiel. Save, we doen alweer watjes. Au. Hier was ik al binnen geweest. Hier kwam ik vandaan. Nog maar 5 te gaan. Oh. Dan had ik deze niet gehad. Kunnen? Oh, pijlen. Dat is best handig. Dat is best wel gebruik, hè. Ah joh. Denk maar zo, deze team is vrij episch. Kunnen we er nog langer van genieten. Haha. Ja, ik heb ze nou, allemaal. Hoppakee. Stukken beter.
Nee, Emiel, ik zeef alleen als ik hem afsluit. Skip, Living on the Edge. Het is een leuk nummer. Het is een leuk beatje. Nou heb ik dat nummer weer in mijn hoofd, dank je. Yes, sure. Oké. Hey, hotje. Geen idee wat die voor nodig was. Maar... Wacht even, waarom doe ik niet gewoon heel simpel? Warp. Doe ik niet zo moeilijk. Ik heb veel te veel vrienden. Nou, eigenlijk helemaal niet. Maar... Het wiel gaat wel iedere keer af. Jeet, Rico. Oké, tot zo, Rico. Ja, ja, nou ja, Emiel, ik heb geen N64. Dus dat gaat nog wel moeilijk. Werkt het ook op een Wii of niet? Niet, but it failed. Echt not very effective, dus het doet wel iets. Zie ik dat verkeerd? Can't skip, can't skip. I want to skip you. Ga ik niet beantwoorden. Uiteraard bestaat er nog dat ze niet vasthouden. Het is mij nog niet gelukt, zeg maar. En wel even afkloppen, want anders weet ik wel weer niet. Even voor de record, is dit trouwens de eerste game waarin Link niet verliefd is op Zelda, of... Ziet dat mis? Oh, dat ik er niet gefan zijn. Oracles. Oh ja, dat, ja. Ja, want daar komt Zelda niet in voor, zeg maar. Dat is waar. Dat is ook weer zo. Oh ja, ik had mijn paard Karel genoemd, dat is waar. Oh god, Karel. Is leuk, want ik ben de eerste paar dungeons ben ik in het Engels begonnen. Dan wordt het helemaal leuk. Als je van die international viewers krijgt, die weten echt totaal niet hoe je die naam aan moet spreken. Carol. Karel. Carol? Carol? Karel. Karel. Nou, ik weet wat de rol is.